Nee, ik vond het heel leuk. Het is eigenlijk gewoon red clay. Dat is ook gewoon een sunny red. En de hele tijd het haartje. Voor Simon is eigenlijk de laatste. Ik ga net hiervoor staan. Hier. Die camera weer? Goedenavond, welkom bij Jazz in Juketown. Wederom in de Verkadefabriek in de clubzaal. Hoe gaaf is dat? Normaliter zou natuurlijk de stad op stelte willen zetten met een fantastisch festival. Maar goed, de omstandigheden die dwingen ons om het anders te doen. En het wordt dus volledig online gestreamd. Hoe gaaf is dat? Dus welkom en fijn dat u er bent. Normaliter lopen we natuurlijk rond met al die vrijwilligers van Jazz in Juketown die... Ja, ook u vragen een kleine donatie te doen, zodat wij volgend jaar weer een fantastisch festival kunnen neerzetten. Dus, op de website kunt u gebruik maken van de QR-code of van de button om een kleine donatie te doen, om te zorgen dat wij volgend jaar weer een fantastisch festival voor u kunnen organiseren. Nu de band achter mij. Peter Bates Quintet. Nou, Peter Bates, natuurlijk al een artiest die al heel veel jaren een graag geziene gast is bij Jazz in Juketown. En misschien wel een van de hardswingende pianisten van Nederland. Door de jaren heen kwam hij met verschillende projecten naar Jazz in Juketown. En dit keer hebben we zelfs een primeur. Want dit gloednieuwe quintet heeft hij zich verzameld met een aantal talenten en grote, ja, jonge artiesten voor de komende jaren. En ik stel ze even voor u voor. Op trompet hebben wij Ian Cleaver.
Op saxofoon Gideon Tazelaar. Op bas Steve Zwanink. Op drums Tim Hennekes. En last but not least, op piano Peter Beets. Mag ik uw aandacht voor Peter Beets Quintet? Thank you.
Ja, goedenavond, dames en heren. Ja, dankjewel. We hebben nog crew, programmeurs, journalisten zien we, fotografen, PR-dames. En hier in de gang hangen allemaal foto's van dames, heel erg leuk. Een soort oeroude fotokunstenaar van het vrouwelijk schoon. Ja, heel mooi. Toen het nog mooi was, zeg maar. In ieder geval, we vinden het trouwens gewoon nog steeds heel mooi, maar daar gaat het niet om. Maar hier hangt een hele mooie, u kunt hier naartoe komen, Vergaderfabriek is weer gewoon open, toch? Mag er weer publiek bij? Is dat een expositie of zo? Nee, goed, wij zijn hier voor Jazz in Juketown natuurlijk, heel erg trots dat we weer uitgenodigd zijn door Koen Graat. Die is hier trouwens ook. En we hebben de gelegenheid aangenomen om dit quintet, waar we eigenlijk al een tijdje mee... Nog niet zo lang, maar op een boot in Amsterdam hebben zij een oefenruimte. En daar mocht ik dan ook een keertje komen. En Steven Zwanink uit Den Haag, die reed mij dan. En dan gingen we gezellig spelen. En het was eigenlijk zo waanzinnig dat ik dacht, ja, daarmee gaan we nu ons eerste, dit is ons eerste optreden. Echt, hè? Het voelt echt alsof we op de middelbare school zitten. Dit eerste nummer was voor mij, we zouden dus eigenlijk American Songbook doen. Want dat deden we bij die sessies altijd gewoon... liedjes, nummers, stukken die we kennen van, ken je dat? Ja, nou, hoe gaat dat? Oké. En uiteindelijk dacht ik, we gaan toch ook op voor, het idee van Steven, die zei van, we moeten toch wel wat repertoire instuderen. Dus we zijn nu de laatste weken bezig om, ja, en dat zijn eigen nummers geworden van eigenlijk vooral mij, want je hebt ook een nummer ingestuurd, maar daar hadden we nog geen partijen van. Dus dit stuk heet Dégage, dat betekent rot op in het Frans. U bent er toch niet, dus u hoeft ook niet op te rotten. Dus, nee. Het betekent eigenlijk, je praat onzin. En het volgende stuk is eigenlijk een melodietje wat ik duidelijk heel lang geleden geschreven heb. Dat heet First Song.
Een arrangement van Rob Horsting. En de jongens zijn al voorgesteld. We gaan gewoon spelen. In een funky groove. Die heb ik zelf bedacht aan de hand van een orgeltje dat ik denk 20 jaar geleden in mijn studentenkamertje had van de Kringloop. En dat had dan... Ik dacht, leuk eigenlijk. Dan is die ene maat is half en de andere maat is dan twee keer zo snel. En Tim die kan het heel goed spelen. Tim Hennekes, dit is first song. Thank you.
Ja, de crew hier. Zit er ook een microfoon bij dat applaus? Dat hoor je natuurlijk thuis niet. We hebben een enorm applaus hier gekregen. Dat maakt het altijd heel erg fijn dat je weet voor wie je het doet. Hè? Die ogen aankijken en zo van de mensen waar je voor speelt. Volgende stuk. Ja, dat was een van de eerste stukken waarvan ik dacht, ja, dat ga ik spelen met deze twee waanzinnige blazers. Ik moet zeggen, Gideon Tazelaar, die herbergt, die heeft in zijn spel ongeveer alle saxofonisten waar ik van hou. Zelfs ben ik gaan houden van iemand waar ik daarvoor nog niet zo van hield, door jou, dat is Coleman Hawkins. Moet je toch eens proberen, Coleman Hawkins. Sommige platen zijn waanzinnig. En ja, Ian Cleaver, hetzelfde verhaal. Kenny Dorham, Freddie Hubbard, wat zit er allemaal in? Miles Davis natuurlijk. Ja, alle goede blazers. Eclectisch heet dat, geloof ik. En deze twee jongens samen is natuurlijk een groot genot. Met mijn trio, waar we al jaren mee spelen. Steven Zwanink, Tim Hennekes. Dit is In the End. En dat betekent uiteindelijk. Eigenlijk betekent het waar het op neerkomt van jongens. In de basis. Zeg maar, eigenlijk. Ja, daar gaat hij. In the End. Thank you.
gek. Dan hadden we nu nog één stukje voordat we de ballad gaan doen. We hebben een hele mooie ballad. Ook een stuk wat ik al langer geleden geschreven heb eigenlijk. Maar dit is een stuk voor Chopin. Ja, er werd nog gelijk omgevraagd. Oh ja, komt er geen Chopin vanavond inderdaad? Want ik heb net op de televisie hier, ja, de lokale. Was dat TV Brabant? TV Den Bosch? Ah. TV Jazz in Duketown. Ah, kijk. We deden het heel goed. Ik geloof dat de presentator hier zit. Ontzettend mooi. En ik zeg dus ja, zonder blues. En dat zegt jouw vriend Winter Marsalis ook. Gideon Tazelaar, die is in het concertgebouw op het podium geroepen door Winter Marsalis, hè, vorig jaar. En toen was je nog bij, toen nog DVDD. Maar de Winter Marsalis zegt in ieder geval, zonder blues zit er geen, kun je het eigenlijk geen, mag je het geen jazz noemen. Maar wel iets anders. Bijvoorbeeld geïmproviseerde muziek of teringherrie, moet je zelf weten. Nee, prelude in E-mineur van Chopin. En het is een heel mooi schema. Het lijkt een beetje op Just in Time als je het eerste akkoord in plaats van mineur marge maakt. Maar dan de marge parallel. Dat is voor insiders. Komt-ie. Een lekkere samba van Chopin. Thank you.
Ian Cleaver, hè? Ongelooflijk. En Gideon Tazelaar. Met mijn trio waar ik zeer trots op ben. Met Tim Hennekes of the drums. Yeah. En Steven Zwanink. Steven is half Canadees, half Nederlands zelfs. Zijn vader? Ja, Steven Zwanink. En nu dan de ballad. Tristity heet het. Steven noemt het Tristity. Of mag ik dat niet zeggen? Oh, dan mag je ook weer niet zeggen dat je dat niet mag zeggen. Nee, dit is eigenlijk geschreven door mij naar aanleiding van de film Round Midnight. En die moet je echt zien. Daar heeft Dexter Gordon een Oscar-nominatie gekregen voor acteren. En Herbie Hancock heeft de Oscar gekregen voor de muziek. Tristity. Two. Wacht even, ik moet even goed aftellen. Thank you.
Gideon Tazelaar, Ian Cleaver, Tim Hennekes, Steven Zwanink, Tristity, eigen stuk van Peter Beats, ondergetekende. We gaan nu een snel stuk spelen. Het eerste nummer van mijn Amerika-avontuur. Ik heb daar verhalen over, je wil niet weten hoe ongelooflijk toevallig dat allemaal is gebeurd. Ik zat in de hotelkamer naast Gerry Tekens toevallig, met Max Bolleman. Daar had ik net opgenomen met Jeff Hamilton. En dat was ook weer omdat ik het postvakje niet kon vinden. Dat was op een maandag. Nou, het is een heel lang verhaal. Ik kon het postvakje niet vinden van de contrapuntleraar. En daarom moest ik wel in de lift naar zijn lokaal. En daar hing een affiche van Jeff Hamilton. Anders was ik gelijk, ik moest naar een gig. En nog veel meer van die dingen. Maar hoe kom je nou in New York, heel Manhattan, op de kamer naast die gasten. En toen zei hij van, nou, dan moet je een cd opnemen. Moet je doen. Ik zei, nou, weet je, waarom doe jij dat dan niet? Hij heeft een platenlabel. Ik neem het geld wel mee en als je het niet wil hebben, dan breng ik het in Nederland uit. En hij wou het hebben, dus toen zat ik ineens op een internationaal jazzlabel. En dit was het eerste nummer. En omdat hij Something Happened een rare titel vond, want ik heb een hele serie met nummers waar Happening in zit, is het omgedoopt tot Beats Beat. Daar komt ie.
Ja, daar word je vrolijk van, dit is het jongens, ongelooflijk. Laatste stuk van de avond, ik hoop nog te mogen doorgroeien. Dit is eigenlijk dus onze eerste gig, de Maiden Voyage. En ze gaan natuurlijk ook weer naar New York, wisten jullie niet, maar deze gast woont er al heel lang. En Ian gaat er ook naartoe, zodra het weer mag. Maar ze komen wel weer terug, toch? Eén ticket, €400, jongens, dat kunnen we wel leiden. Als ze niet heel erg druk daar zijn, maar daar betalen ze €15 per avond. Ik weet niet dat, weet je wel, dus dat match ik wel. Dus ze komen wel terug hopelijk. Nog jarenlang met deze mensen. Ian Cleaver op de trompet. Gideon Tazelaar, tenor sax. De Mojo's, hè, noem je eigenlijk. En deze jongens blijven hopelijk gewoon bij mij in Nederland. Tim Hennekes op drums. Steven Zwanink, dankjewel. En mijn meest recente compositie, geschreven niet voor Simon Richter, maar voor Simon Beets, het zoontje van Marius, mijn oudste broer. Ook het oudste neefje dat ik heb. En dat heet For Simon. En ik vind het leuk dat toen mijn buurvrouw nog heeft meegeholpen, want die hoorde mij studeren. En die zegt, ja, je gaat alsmaar naar mineur. Of nee, ik ging naar majeur, maar ik zeg, weet je wat, ik maak er gewoon mineur en majeur van. Dat is dus de blues. Dus het eindigt allemaal weer in de blues. For Simon, daar gaan we. En hopelijk snel weer met echt live mensen erbij, want dat mis ik toch wel echt. Het is eigenlijk een soort studio-opname hier, waarbij je dan hoopt dat er nog wat mensen kijken. En dat als je later zelf terugkijkt, dat je het ook leuk vindt. Maar live spelen met de mensen erbij, jongens, echt waar. Zo snel mogelijk, alstublieft. Jo, daar gaan we.
Peter Bates Quintet. Ik hoop dat jullie thuis hier ook fantastisch van hebben genoten, want wat een afsluiting van deze eerste avond Jazz in Juketown online. Ja, nogmaals, volgend jaar hopelijk weer gewoon de stad op stelten, maar morgen zijn we weer online vanaf 7 uur. Dus mocht u nou geen fan zijn van dat festival in Rotterdam, dan zien we u morgen weer terug online bij Jazz in Juketown. Fijne avond. U mag thuis misschien ook, het is natuurlijk laat, maar wij willen dit nummer even proberen. Het is de allereerste keer dat het nummer live wordt gespeeld. En dat was dan een toegift en het heet gewoon Joy. En we houden hem kort, jongens, beloofd. Als het mag. En dat is de Maiden Voyage, eerste keer van dit stuk. Joy. Ja? Waarom niet? Kan nog. We pakken het moment even. Thank you.
En hiermee sluiten we helaas toch de avond af. Peter Bates Quintet. En nou ja, nog eenmaal applaus hier en misschien ook een keer thuis. Fijne avond, tot morgen.